Raymond Schultz, totalstrength.nl en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we een onderwerp bespreken wat vast wel eens in je hoofd is voorgekomen, kan niet anders. Wat hand in hand gaat, we hebben training en we hebben voeding. En als we specifiek naar voeding kijken, heeft het nut om rond een bepaald tijdstip te eten om spiermassa te behouden of spiermassa te winnen of sneller af te slanken. Als wij, een klein omweggetje, als wij kijken naar de verschillende mensen, als ik kijk naar mezelf en naar mijn vriendin. Ik ben bijvoorbeeld een heel erg ochtendpersoon. Ik sta op, ik heb honger, ik moet eten, happakee, dan ga ik aan het werk, knallen, vlammen en dan start mijn dag. 'S avonds rond een uur of 10 ben ik helemaal gebroken en dan slaap ik als een roosje. Mijn vriendin daarentegen, die slaapt liever een paar uur uit, die gaat dan naar het werk, studeren. En die gaat 's avonds als een gek. En dan is ze nog super actief. Dus dat zijn al twee verschillen. Een mooi voorbeeld. Het tweede ding is, als ik naar mezelf kijk. Ik ben niet breed gebouwd. Ik heb smalle heupen, dunne polsen. Ik zet niet snel spiermassa aan. Want ik ben niet super gespierd. En mijn lichaamsbouw is dus heel anders als bijvoorbeeld dat van jezelf. Of van iemand die wat bredere schouders heeft, smallere heupen. Ik ben gebouwd voor cardio, hardloopsporten. Maar door dit bordje kan ik niet cardio, want ja, cardio is gewoon heel, heel verschrikkelijk saai. En zo heb je dus ook verschillende lichaamstypen. Ik ben meer een ecto, dus wat dunner, en je hebt ook endo's, wat breder. Wat is nog meer een mooi voorbeeld? Lactose-intolerantie is in onze samenleving ook erg actief. Sommige mensen eten totaal geen eiwitten, zal ik niet zeggen, maar dit eten totaal geen melkproducten, zoals geen kwark en melk, omdat ze daar diverse klachten van krijgen. En de andere is weer een bodybuilder die, ik noem maar wat, 3 of 4 gram, overdreven, 3 of 4 gram eiwitinname per lichaamsgewicht binnenkrijgt. Dat verschilt allemaal verschrikkelijk erg. Zou er dan een methode zijn, een reden zijn, waarom we allemaal exact op hetzelfde tijdstip zouden moeten gaan eten? Natuurlijk niet. We zijn allemaal zo verschrikkelijk verschillend. Zo verschrikkelijk. Waarom zou je, stel je voor, je bent een man, 150 kilo, en je wilt afslanken. En je houdt niet van ontbijten. Waarom zou je dan moeten ontbijten? Omdat er op internet staat dat het ontbijt is het belangrijkste, of het ontbijt start je dag goed. Totaal niet. Als je daar niet van houdt, dan voeg je zomaar 500 calorieën aan je dag toe, terwijl dat helemaal niet jouw ding is. Dus is totaal niet waar. Ik daarentegen, ik hou lekker van een ontbijt. Maar als ik 's avonds voor de tv zit, hoef ik niet meer te snacken of hoef ik niet meer iets te eten. Daar hou ik dan weer niet van. Als we allemaal dus zo verschillend zijn, dan is er dus ook geen vast antwoord op te geven. Maar wil dat dan zeggen dat heel deze video onzin is en dat je hier niks van leert? Nee. Een ding wat we wel allemaal gelijk hebben, is dat we allemaal voeding, dat we allemaal energie uit voeding halen. Dat is logisch. We hebben allemaal het herstel en het effect van voeding nodig. Of jij nou een ochtendsporter bent, of een avondsporter, of een middagsporter, hoe dan ook, we kunnen allemaal zorgen dat we een koolhydraatrijke maaltijd voor 2 uur, voor onze training innemen. Dat we gaan trainen en dat we daarna de rest weer aanvullen met een beetje koolhydraat en een beetje eiwitten. Afhankelijk van je lichaamssamenstelling of je 50 of 150 kilo bent, verschillen deze waardes. Dat is wel iets wat we allemaal gemeen kunnen hebben. Dus in dat opzicht, ja, zorg ervoor dat de voeding tijdens en na de training, voor tijdens, kan ook nog, en na de training wel perfect is. Maar het tijdstip waarop je eet, ik geloof er niet in. Het is complete onzin. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz. Totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.